Het is eind van de middag, 12 mei 1940. Jij staat hier aan de linie, aan de stoplinie op de Grebbeberg. En aan die kant, het zuiden, komt een gigantische oorlogsmachine aan, de Duitse SS. Je bent de hele tijd is er beschoten, ongelooflijk veel artillerie. Hier aan de rechterkant van je en de linkerkant van je zijn linies gesneuveld. En jij bent de laatste verdedigingslijn. Wat doe je hier? Ja, dat is een goede vraag. We lopen hier. In 2021 sta ik hier op de Grebbeberg. En indrukwekkend om hier te zijn. Ja, dit, wat ik al zei, dit is de stoplinie. Hier is de laatste verdedigingslijn. De Grebbeberg is een belangrijk strategisch punt. De mobilisatie was in 1939. Eigenlijk was het te laat. En hier is hevig gevochten. En er zijn veel jongens overleden, gesneuveld. Indrukwekkend. Je bent 18 jaar. Je staat hier in een loopgraaf. Je maten vallen neer, links, rechts. De vijand komt eraan. Je weet niet wat je moet. Er heerst chaos. Je maten vluchten. En jij staat hier nog met je enige wat je hebt, je wapen. Wat doe je? Je vecht. Je vecht voor je vrijheid. Dat is hier gebeurd. Deze loopgraven is op de laatste, op het bittere einde, is er gevochten. Tegen een gigantische krijgsmacht, de SS. Ruim 27.000 man kwamen deze kant op. Nederlanders hadden de verdediging hier, de Grebbeberg, de stoplijn, de voorste linies. 2500 man. 3 dagen hebben we volgehouden. 3 dagen hebben we gestreden voor onze vrijheid. Ongelooflijk wat hier gedaan is. Een oude rommel. Met geen verbindingen. Met niks. Veel bombardementen. Met stuka's. Artillerie wat op je afgevuurd werd. En jij bent 18 jaar. Net bij je ouders vandaan. En sta je hier. Ongelooflijk. Ik kan me dat niet voorstellen. Wat hier gebeurd is. Dit raakt mij. Echt waar, ik kan me niet. Dit is zo intens als je hier bent en dat je dat begrijpt dat hier gewoon Nederlandse militairen gevochten hebben, gesneuveld zijn. En ik snap het, weet je, ik snap als je zo'n grote krijgsmacht hier aankomt dat jij hier. Dat je wil vluchten. Je ziet je maten die gaan er vandoor. Er zijn stellingen, de frontlinies zijn al gevallen. Wat doe je? Een heel klein beetje geschiedenis van onze eigen bodem. De slag bij Grebbeberg. En als je straks de ereplaatsen gaat zien, die graafplaats, dan hoop ik dat je dingen begrijpt wat hier gebeurd is. Waarom dat deze Nederlandse militairen voor ons zijn gestorven. Sneuvel. Dit is de Rijksweg, de N225. U ziet hoe druk het is. Deze weg van Wageningen richting Renen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog heftig gevochten. De Grebbeberg. De slag om de Grebbeberg. Van 10 mei 1940 tot 13 mei 1940 is hij heftig gevochten. Nederlandse militairen vluchten toen ze de Duitsers aan zagen komen richting Renen. Renen stonden Nederlandse militairen te wachten om ze terug te sturen. Ze werden op ze geschoten. Ze moesten terug, ze moesten hier vechten. Dit was de stoplijn, de laatste verdedigingslinie die er was.
Hier in, op het erebegraafplaats liggen meer dan 400 Nederlandse militairen begraven. Het waren jonge jongens die hier stierven. Sneu 18, 20, 22 jaar. Als ik nu kijk hier om me heen zo, dan zie ik bijvoorbeeld JF van de Ven. Sergeant van 2e Infanterie van de 14e Regiment. Is geboren op 3-12-1918 en stierf op 13-5-1940. Misschien wel bij de laatste offensief hier op de Grebbeberg. Deze Jan was 22 jaar jong. Hij heeft zijn leven hier gegeven voor ons.